Wow, wow, ja, hij gaat echt fucking snel. Ik zweer je, dit is echt super leuk. Ik ga al een fucking uur te wachten en die lift gaat maar niet open, weet je. Nou mensen, dit is weer een nieuwe video speciaal voor jou. En ik zit soms dus, eigenlijk sta ik hier een sigaretje te doen. Ik zat zo te denken, als je nou goed kijkt, dan is deze lift, zeg maar, de Sjaak in de Chocolade lift. Weet je wel, het is van Sjaak in de Chocoladefabriek, dat zeg maar die lift, dat zo, zo uit het dak springt en zo. En ik dacht, ja, dat is super vet, weet je. Alleen is de lift nu, zeg maar, boven. Maar wat nou als ik in de lift ga en kijken of misschien deze lift ook wel door het dak kan, weet je. Dat is toch lachen. Gaat die? Die deur gaat niet open. Oh ja, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik sta nu echt nonchalant in zo'n ding en die deur gaat alleen maar open en dicht. Dus ik word daar helemaal gek van. Ik moet even proberen om hier naar binnen te komen, maar dat is toch raar? Dat is apart, weet je. Ja, niemand doet open. Dus omdat ik van principe ben, dat ik alleen even de lift wil bezoeken. Dus ja. Ik weet niet of je open gaat hoor, die deur. Godverdomme, ik mag godverdomme ook al dezelfde doen, hè, godverdomme. Ik sta hier al een fucking uur te wachten en die lift gaat maar niet open, weet je. Ik sta al de hele tijd hier in dit hokje en ik begrijp het niet hoor. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ben gewoon binnengelaten door die gozer daar zo. Dankjewel, shoutout naar jullie. Hè? Ja, oké, okay, we gaan de lift in van de chocoladefabriek. En het wordt super cool natuurlijk, hè. Hopen dat ik nu door het dak ga en zo naar de onbewoonde wereld, hè. Om, de deur gaat dicht. We gaan naar 5. Want 5 is het hoogste. En dan kan ik misschien... Wow, wow, ja. Hij gaat echt fucking snel. Ik zweer je, dit is echt super leuk. Dit is echt super leuk. Nou door het dak. Nou door het dak. Kom op. Je kan het. Je kan het. Kom op. Nog heel even. Nog heel even, kom op, ga door het dak. Nou, was niet zo leuk als gedacht, hè. Even kijken wat hier is. Oeh, zijn advocaten. Fuck, zullen we kijken? Wat erg is dit, zeg. Wat is dit eigenlijk? Ik ben nu ergens waar ik helemaal niet weet waar ik ben. Dus dat is wel lachen. Als je dit ziet. Ik weet nog niet eens of ik hier mag filmen, trouwens. Ik heb hoogtevrees, dus... Wow. Wow, dit is wel echt super eng hoor. Ja mensen, ja, Arthur heeft ook hoogtevrees. Holy fuck, ik weet niet wat het is. Het zijn alleen maar hokjes en dingetjes en flutseltjes. What the fuck, er staat gewoon helemaal niks. Er staat gewoon helemaal niks. Er staat hier ook gewoon allemaal boeken dat je denkt van, what the fuck, waarom staan die daar? Want ik lees nog niet eens. Maar dit is dus boven mijn stage blijkbaar. Ik wist nog niet eens dat... Kijk toch, jezus. Ga ik even zitten hoor. Ik weet niet of die krakt of iets doet. Nou ben ik echt super cool, weet je. Nou ben ik gewoon een gangster. Ik zit gewoon hierop en ik vind het super cool, weet je. Ja. Ja. Wat doe ik nou weer, weet je. Hier doen zeg maar Willy Wonka doet daar zijn kookkunsten van de chocolade. En ja. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar we gaan gewoon weer terug. Ik heb hoogtevrees, hè, maar dit is super vet. Natuurlijk. Kijk, er lopen gewoon ook mensen. Zou ik hier gewoon blijven filmen? Kijk. Hoop, ik ben gewoon die mensen aan het stalken. Maar ik moet toch nog anders naar beneden. Kijk dit, joh. Wat is dit? Oh, vet. Oké, snel. Deur dicht. Deur dicht. Zo. Nou, dat was mijn avontuurtje wel weer hoor. Die lift. Het is gewoon ook dat ze hier allemaal stenen hebben. Hè? En al die stenen, die zorgen ervoor dat je dus gewoon boom, zo door het dak gaat. Maar bij mij lukt het niet. Ik hoop dat het bij jullie lukt. Probeer het uit, zou ik zeggen.
Nou, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Ik heb mijn creativiteit heb ik uitgestipt. En ik dacht, ja, laat ik dat gewoon doen, weet je. Een beetje creativiteit mag wel. En een beetje fantasie mag ook wel. Ik hoop dat jij daar zo achter het scherm hebt genoten van mijn video. En als je het nou leuk vond, doe dan even dat duimpje omhoog. En ja hoor, abonneer op mijn kanaal. Want ik heb bijna de 600 abonnees gehaald. En nu legit. Dus niet nep of iets of anders. Dus het is hartstikke leuk. Dan zie ik je. Plaats een leuke reactie trouwens, wat je eigenlijk van deze lift vindt. Want ik vind hem vet. Ik vind hem vet, echt waar. Als ik nog één keer in die lift ga, dan is het echt Sjaak in een chocoladefabriek. En dan gaat... Ja, dat is leuk, weet je. Dat is grappig. Hey, ik zie jullie weer later. Gaat dat fucking ding uit, hè? Echt, ik weet nooit hoe dat ding uitgaat, weet je.